Personen die tot de essentiële diensten behoren mogen slechts op straat zijn wanneer zij naar het werk gaan of van het werk naar huis gaan. De dispensatiebrief die ze daarvoor krijgen is geen vrijbrief om zich ten alle tijde zonder noodzaak op straat te begeven. Dit zegt politie-inspecteur Rachel Deekman. Ze zegt dat het wel eens is voorgekomen dat personen die behoren tot de essentiële diensten, maar geen dienst hadden, toch over straat waren. In bepaalde gevallen zelfs voor vertier. Er is een samenwerking met de verschillende organisaties van de essentiële diensten, de ministeries, ik denk aan de gezondheidsdienst enzovoort. Mochten wij iemand tegenkomen die valt onder, zoals wij dat noemen, de essentiële dienst, dan is er een controlemogelijkheid vanuit de politietop naar de top van die organisatie. Dat is voor ons een middel om na te gaan, of een mogelijkheid om na te gaan als we twijfelen of deze persoon van een essentiële dienst daadwerkelijk op weg is naar het werk of van het werk naar huis. Maar ook aan deze burgers van essentiële diensten doet de politie een beroep. Heeft u niets te zoeken over straat, is het niet nodig dat u over straat moet zijn, dus in deze voor werk. Blijft u gewoon thuis, maakt u geen misbruik van de mogelijkheid welke u geboden is in deze noodsituatie waarin we verkeren. Deekman zegt verder dat lockdown-overtreders die door de politie zijn opgebracht bij vertrek een briefje krijgen om zich op straat te begeven om naar huis te gaan. Overtreders die in de nacht zijn opgebracht worden de volgende ochtend naar huis gestuurd. Dit weekend is dus, duurt de lockdown, of die total lockdown, langer. Wat betekent dat wanneer wij menen als politie om een overtreder om 5 uur of 6 uur in de ochtend huiswaarts te sturen, dat er nog steeds lockdown is. Maar ook in dit geval krijgt de persoon een briefje om naar huis te kunnen gaan. Dit briefje stelt zo iemand in de gelegenheid om via de kortste weg naar huis te gaan. En voor hetzelfde geld kan het zijn dat een overtreder rond zeg maar zaterdag 3 uur 's middags wordt opgebracht. Dan wordt deze overtreder zeg maar 6 uur of 7 uur huiswaarts gedirigeerd. Het is niet de opzet van de politie om mensen dagen op te houden, maar met het oog op de proportionaliteit en subsidiariteit zal de commandant in elk geval zodanige maatregelen treffen dat de overtreder op een bepaald moment huiswaarts wordt gedirigeerd, met die verstande dat de persoon via de kortste weg naar huis gaat. Mocht deze persoon op weg naar huis worden staande gehouden door andere politiecollega's, dat dient dat briefje zeg maar als overtuigingsmiddel dat die overtreder vanuit een locatie waar die zou zijn opgebracht onderweg is naar huis. Dit briefje dient in elk geval niet als bewijs om je vrijelijk over de weg te begeven. Rachel Deekman, inspecteur van politie. Ze benadrukt dat op het briefje wordt aangegeven hoe laat de overtreder de locatie van de politie verlaat.